Hey, en leuk dat je kijkt naar weer een gloednieuwe vlog van mij hier op het Joltrex, de enige echte. En het is een vlog, maar eigenlijk is het een mededeling. Een mededeling op mijn YouTube kanaal. Vanavond is het dan zover. Ik ga het al heel vroeg, wil ik gaan beginnen met GTA 5. We gaan weer een livestream doen. Een collega van mij, die stroomt ook in. En we gaan met z'n allen gaan we lekker GTA spelen. Rob zal erbij zijn. Ja Rob, ik kan niet zonder je. Ja, ik hou van je hoor. Ja, als je denkt van, wat zit hij nou weer allemaal dom te lullen. Rob, die snapt het grapje wel. En er zijn ook een heleboel anderen die snappen het grapje. Dus een inside joke is dat. Was in de groepsapp, was dat. Was een dolletje. Dus, wil je nou weten wat het nou precies was? Kunnen jullie vanavond naar de livestream kijken? Ja, ik zou zeggen jongens, ik ga al heel vroeg wil ik gaan beginnen. Dus ik ga snel deze video even snel online zetten. En niet veel en dit en dat en zus en zo. Want anders moet ik het allemaal weer knippen en dat duurt allemaal weer langer. Want ik wil zo snel mogelijk wil ik gaan starten met de livestream. En ik zou zeggen gewoon, als je tijd hebt, join gewoon. En voor de mensen die altijd meedoen in mijn livestream, stroom gewoon in. Ik ga dan ik ga al heel vroeg beginnen. Wanneer jullie klaar zijn, stroom maar gewoon in. Er is niet echt bepaald een tijd voor of zoiets. Je stroomt gewoon lekker in als je klaar bent met eten, wanneer je tijd hebt. Dan kan je gewoon instromen in mijn livestream. Ik hoop dat Nick er ook is en alle anderen natuurlijk. Zou wel heel leuk wezen als echt nou iedereen er is. Dat zou echt wel grappig wezen. Dus vanavond GTA 5 livestream. 2 weken. Ongeveer voor mij is het al iets van 2 weken geleden dat ik voor het laatste GTA livestream gedaan heb. Vanavond zijn we er weer en ik wil, omdat we 2 weken niet gelivestreamd hebben en omdat ik eigenlijk van het weekend weer vlogs zou opnemen, maar ik heb het hele weekend helemaal niks opgenomen, want ik was gewoon lui. Ik heb eigenlijk een heel, dit afgelopen weekend heb ik een, ik heb een voetbalweekend gehad dit weekend, afgelopen weekend. Ik heb een voetbalweekend gehad. Ik heb heel veel voetbalwedstrijden zitten kijken, heel veel Eredivisie voetbal zitten kijken. Ik ben zondag begonnen met Excelsior. Die moesten uitspelen tegen Volendam. Nou, Volendam is op het ogenblik de nummer 1, de beste in de keukenkampioendivisie. Staat op de eerste plaats, had nog maar 1 wedstrijd verloren. Het stond na 30 minuten, stond het al 0-4 voor Excelsior. Daarna werd het 1-4 door een goedkope strafschop, toen werd het 2-4. En toen wou Volendam wou eigenlijk verder gaan. Lukte niet. En toen maakte ik zelfs de 2-5. En ik heb daarna ook nog allemaal andere wedstrijden zitten kijken. Ik heb PSV zitten kijken. Ik heb Heerenveen gezien. Ik heb Sparta heb ik gezien tegen Go Ahead Eagles. Ik heb Hoe heet het ook alweer? Feyenoord heb ik gezien. Feyenoord heb ik gezien. En ik heb gisteravond nog om 8 uur heb ik ook die wedstrijd nog zitten kijken van. Het was AZ tegen FC Twente. Dat was die wedstrijd. Nou, dat was wel, ook leuk. 1-0 voor Twente. Dus ook wel een leuke wedstrijd. Ik heb alleen maar leuke wedstrijden gezien. Ik heb me eigenlijk best wel vermaakt van het weekend. En ik had het echt naar mijn zin. Dus ik heb een lekker voetbalweekendje gehad. Maar nu gaan we lekker knallen. En ik wilde er dus een hele lange, lekkere lange livestream van maken met jullie. Dus kijk vanavond en dan gaan we lekker GTA livestreamen. Bedankt voor het kijken. Groetjes, abonneren op mijn kanaal. En ik spreek jullie allemaal. En ik doe geen dingen, want als je, ik zat net een stukje te kijken van Milan en daar had Milan gelijk in. Ik geef geen giveaways, ik geef geen dinges. Weet je wat het is met giveaways? Meestal zijn het altijd van die mensen of ze hebben een heleboel poen of ze beloven giveaways en ze beloven het niet. Ze komen het niet na. Dus geen giveaways, what you see is what you get. Jongens, tot vanavond bij GTA 5.
Hoi.